Oudo Brabant is het grootste hippische buitensportevenement van Nederland. Het leuke van Oudo Brabant dat we 4 verschillende paardensportdisciplines doen. Dressuur en springen op nationaal en regionaal niveau. Eventing op nationaal en steeds meer internationaal niveau. En op het gebied van mennen, dus het aangespannen rijden met enkelspannen, tweespannen, vooral ook 4-spannen. Daar zijn wij de nummer 2 van de wereld als het gaat om de kwaliteit. En om de soort van sporters die hieraan meedoen en aan dat mennen, als je dat ziet ook op onze camping. Daar komen ongelooflijk veel mensen uit heel erg veel landen tot Australië toe om bij ons hun ding te komen doen, bij ons hun topsport te komen bedrijven. Jullie zijn bewust naar het einde van het seizoen gegaan of het einde van het buitenseizoen? Ja, we zitten hier op landgoed de Prinsenhoeve. Het is een prachtig natuurgebied waar we natuurlijk wel ook de natuur willen respecteren. En dat is een van de redenen waarom we in september zijn gaan zitten. En dan zitten we ver buiten broedseizoen van bijvoorbeeld vogels. En nu is dat gewoon een hele mooie tijd om dit evenement hier te houden. Volgend jaar zit er wat groots aan te komen, iets nieuws. Ik vind het heel erg leuk dat je dat vraagt, want dat geeft mij voor 2 jaar lang de gelegenheid wat te zeggen. Volgend jaar dan mogen wij het officiële wereldkampioenschap mennen voor ponies organiseren. En het jaar erop mogen wij het koningsnummer organiseren. Dat is het wereldkampioenschap 4-spannen paarden. Dat is echt mega, daar zullen heel erg veel mensen op afkomen. En dat wordt een prachtig evenement ook weer. Maar dat is het eigenlijk nu ook dit jaar met de Nederlandse kampioenschappen mennen voor paarden en ponies wat hier wordt verreden dit weekend. En bovenal van alles te zien en ook nog... En ook nog gratis toegankelijk, zodat we eigenlijk iedereen in de gelegenheid stellen met de auto of met de fiets hierheen te komen. En gezellig te komen genieten van zowel de paardensport, maar ook van de talloze winkeltjes die er zijn. En van alle eetgelegenheden en de mogelijkheden om een drankje te genieten en wat nieuwe kennis op te doen en het samen gezellig te hebben.